Goeiedag meneer. Hallo. Waarom bent u hier vandaag? Ik ben hier vandaag omdat het 11 jaar geleden is dat Herman Brood naar beneden is gesprongen. Zelfmoord heeft gepleegd. Zelf gekozen dood. Herman Brood, groot artiest, zanger. Met een waterroommens. En ja, kunstenaar. En levensgenieter. Nou, dan kom ik hier als fan. Ik kan toch nog wat meer komen. Voorlopig ben ik nog in mijn eentje hier. Dus ja, een beetje afwachten. Maar vorig jaar was het 10 jaar, toen was er een hele happening hier. Toen werd er hier met de oude Wout Romans opgetreden. Veel pers erbij. En tussenliggende jaren, ja, vlak na zijn dood dan, hè, toen was het druk. Ik zag hier allemaal bloemen staan op deze plek. Het is een piano stukken. Er waren heel veel fans. En, tussenliggende jaren kwam er bijna niemand. Er waren wel ieder jaar met een groepje op 5, 6. Zelf een jaar gemist. En ja, ik probeer gewoon ieder jaar te gaan. En dan gaan we even naar het graf. En dan gaan we daar eventjes kijken. Nou, dat houden we zo ieder jaar in stand met een aantal mensen. Alleen er komen er steeds minder. Dus als er straks 5 of 6 zijn, dan zijn we spekkoper, zoals dat heet. Maar goed, ik hou het erin. Totdat ik zelf misschien veroordeeld ben tot een rollator. Of misschien dat het dan ook nog wel gaat lukken. Dat ik de tram inpeer. En dat ik dan toch nog hier naartoe ga, één keer in het jaar. En nou ja, 5 november, dan was hij altijd jarig. En dan denken we daar ook even aan. Gaan we meestal even naar het graf. En vorig jaar werd daar een hele happening georganiseerd. Met optredens. Misschien nou nog iemand lopen. Iemand is, je weet het nooit. Ja, dan moet je vooral een bus gaan. Handig, hè? Ja, dat is Ten, die ken ik ook. Dat is makker 2 die er altijd is. Dus dat komt helemaal goed vandaag. Weet je ook hoe laat deze Herman Brood is gesprongen? 11:30, volgens mij, als ik het goed heb. Maar rond de klok van 1 uur. Hoi! Hey man! Hey! Staan we weer? Ja, ja, bedankt. Hier? Ja.
Gevonden voorwerpen, pap, brillen, zuid, helemaal brillen. Dat is een keertje goed, helemaal. Nou, dan ging hij zitten zoals hij altijd deed, teksten maken. Maar toen schreef hij dat beroemde briefje, kort samengevat, van... Lieve allemaal, lieve familie. Papa gaat bungeejumpen zonder elastiek. Vergeef me. Ik zie je nog wel eens. Maak er een feestje van. Nou, hij deed dat in zijn binnenzak. Gaf netjes de bril terug. Dan nog een borrel. Jas aan. Hoedje op. Betalen. Goeie voor. Dat weet je altijd. Tot ziens. Het ging niet naar buiten zoals wij de markt. Het ging weg steeds. Hij wist er een ingang. Het zegt personeel zich aan. Ik ging met de liften over de griepen. Kun je daar zien dat het gebouw helemaal bovenin, die balustrade is. Daar heb je dus een soort brandtrap, die je op. Deur open, kamp op het balkon, op het dak, stenen. Ging naar de kant. Ging op de rand staan. Ja, spannend.
precies 11 jaar geleden. Oké, ja. Hoi. En ik ben zeker dat hij trots is dat wij hier zijn. Straks gaan we naar het kerkhof even. Is niet verplicht. Kan. Ik zou wel om 4 uur naar het Art Hotel gaan. Om even in de sfeer van Herman te blijven. Dan geef ik cadeautjes weer. Er wordt een heel mooi, zijn als sponsoren. Er wordt een heel mooi kunstwerk van Herman Brood aangeboden. Een hele mooie. En de tweede prijs is een overnachting in het Herman Brood Suite. Ook van het hotel, 4-sterren hotel. Dus, hoef je alleen maar een heel klein quizje mee te doen. We noemen het de Never Be Clever Quiz. Dus je mag erover nadenken, maar dat wordt gewoon ter plekke meegegeven, mag je mee naar huis nemen. En voor de troostprijs nog een paar t-shirts, de Classic Wild Romance. Jullie kennen ze allemaal. Nou, ik ben zeer geroerd, ik heb er moeite mee. Ik zou heel fijn vinden als de Romanza Brava nog een nummertje zou spelen voordat we naar kerk gaan. Ik weet zeker dat iedereen elke dag wel een keer een Herman Brood denkt. Ik spreek ook voor mezelf, maar ook voor iedereen. Herman is natuurlijk onuitwisbaar in ons geheugen, in onze ziel gegrift. En ik ben heel trots, en ook dankzij Herman met het weer natuurlijk, heeft hij even geregeld voor ons. Ik ben heel trots en blij dat we even samenkomen. Nou, iedereen mag het op zijn eigen manier doen, de ene doet thuis. Zet een plaat op, doe je hart. Wij willen zo dicht mogelijk bij Herman zijn. En je zou kunnen zeggen van een minuut stilte, maar daar had Herman ook een enorme hekel aan. Hij zei altijd, hou het kort. Dat doen we niet. En hij haat de openingen, mits goed geschoren. Herman Brood van